Luc Van Acker was een maat. Dat was nu toevallig iemand die we wel vrij goed kenden. Die ook in datzelfde café kwam, optrad en wel niet repeteerde, maar heel veel kwam. Een invloed, nee. Maar hij is een beetje op dezelfde manier begonnen zo. Ik ken hem nog dat hij met een passieke zak met zijn platen de café afschuimde om die zelf te verkopen. In atelier dan binnenkwam bijvoorbeeld. Ja. In 80 kwam Luc met zijn dikpak platen. En dan zei hij, hij is daar met zijn platen gewoon. En hij ging gewoon alle winkels af voor die platen verkopen. Dat zie ik nu niet meer gebeuren. Enfin, dat is een andere spirit. Nu is alles downloadable en copyable. Dus, ja. Maar zijn attitude, enfin, ook Luc Van Acker, ja. Hemzelf, het is gewoon een hele sympathieke gast. Hè. Je kunt er niet langs, ook niet letterlijk en figuurlijk.